Woensdagavond was het wederom vol huis aan de kust waar Royal Knokke zijn thuisbasis heeft. Met de komst van OHA Leuven en dan zitten we meteen in de 8e finale van de beker van België. Knokke wist in de 16e finale nog KV Mechelen uit te schakelen wat toen de kop van coach De Voer zou kosten. En met het spel dat OHA Leuven tegenwoordig op de mat legt, waren ook hier misschien wel kansen. De supporters zien de thuisploeg een eerste schotje afleveren zonder gevaar echter. En thuisgoalie Goblet laat ondertussen zien dat ook hij in deze pot bij de les is. Niet veel later komt Leuven er op snelheid uit en is Goblet nu wel geklopt. Joren Dom met de 0-1. Vele kansen zijn er niet, al mag Vervakke even later aanleggen, wat geen probleem is voor de bezoekende goalie. Knokke mag dan nog een hoekschop nemen en deze keer is het wel prijs. Justin Peters verlegt de bal met het hoofd en zo mogen beide teams meteen de kleedkamer in. Knokke gaat het best van start in de tweede periode waar OHA Leuven het moeilijk heeft op het kunstgras. Proton voorlangs. Daar is de thuisploeg opnieuw, maar Amadou is te verrast om af te maken. Knokke heeft OHA Leuven in zijn greep, waar de ingevallen Addo zijn schot net naast ziet gaan. OHA Leuven kan daar alleen een vrije trap tegenover stellen, die overgaat, waar niet veel later het spel op de kar zit wanneer Knokke snel wil ingooien. En de Leuvense bank dat niet ziet zitten gaan de poppen aan het dansen. Het verdict van de scheids van dienst is hard. Beide coaches krijgen rood en mogen naar de tribune. Niet veel later gaan ook daar de poppen aan het dansen en ligt het spel stil na wat schermutseling in de tribune. En zo moeten de beide coaches dan weer terug naar beneden voor de tribune gaan staan, zodat de rust alvast kan terugkeren. En zo krijgen we nog weinig voetbal te zien in de reguliere speeltijd en gaan we naar verlengingen. In de eerste verlenging moet thuis goalie Goblet eenmaal attent zijn op een voorzet schot, waar de thuisploeg een schot zonder gevaar trapt. En zo blijft het ook na de eerste verlenging 1-1. Iedereen zit zo goed als op zijn tandvlees, waar we in verlenging 2 nog een gele kaart noteren voor Leuven. En uiteindelijk, de grootste kans van de verlengingen is voor de thuisploeg, die gepakt wordt. En zo gaan we, net zoals tegen KV Mechelen, naar strafschoppen. De eerste vier gaan allen binnen en zo staat het 2-2, waar Leuven dan ook zijn derde maakt, maar de thuisploeg die mist. Wanneer Holshouwer dan de 2-4 binnenwerkt, dan mag Samuel Addo niet missen, maar dat doet hij wel. En zo mag OHA Leuven het in de kwartfinale opnemen, ondertussen geweten tegen bekerhouder Antwerp, al was dit niet meteen verdiend te noemen. Wesley, ja, dit is een zure toch wel, denk ik. Ja, het is dubbel. Hè. In die zin dat je verliest met strafschoppen, wat ook niet leuk is. Maar het parcours dat we hebben afgelegd, ja, we kunnen enkel maar trots zijn op hetgeen we presteerden. We hebben ons getoond als club, als spelersgroep, in zowel Mechelen als vandaag tegen Leuven. We hebben twee eerste klassers gedwongen tot strafschoppen, met goed voetbal. Zeker vandaag. Ik denk dat we vandaag gewoon wel de betere ploeg waren. Maar ja, dat is, ja, het zit een keer mee en het zit een keer tegen. Denk, hè. Dat is voetbal. Hè. Was het verdiend? Mag ik daarmee beginnen? Ik denk dat we controle hebben gehad. Zeker een vaste tweede helft en in de verlengingen. Dat er weinig kansen zijn geweest. Voor ons, ook voor hun. Ze bleven gevaarlijk op de tegenaanval. Dat was duidelijk een sterk punt van hun. Het eerste kwartier waren ze beter als ons. Hebben ze eigenlijk kansen gekregen waar wij eigenlijk altijd goed wegkomen. Dus hebben we geluk dat wij daar de nul kunnen houden op dat moment. Dan scoren zij eigenlijk de gelijkmaker net voor de rust en hebben ze heel veel vertrouwen. En bij ons begint er veel te veel twijfel in onze hoofdjes te komen. Dat was duidelijk en ja, onze prestatie was helemaal niet goed. En op het einde waren we vooral bezig. Is het in de 120ste minuut is het met penalties of maakt niet uit, maar we moeten hoe dan ook wel door naar de volgende ronde. Niels, wat een wedstrijd weer. Hè? Ja, ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd starten, dat we daar dat we meteen een aantal kansen hebben om 1-0 voor te komen. Dat we dat jammer genoeg niet doen, maar dat we dan ook wel oververdiend nog met een gelijkspel de rust in gaan. En dan is het jammer dat je
zelfs al na 90 minuten, waar je denk ik toch wel de betere ploeg bent, niet kan afmaken. En dan, dan sliep je er wel nog penalties uit. En dan is het een beetje een loterij, dus het is vooral wel wat een onthoogeling nog. Ja. Mag ik zeggen dat het een echte cupwedstrijd was, met alles op en aan, tumult op naast het veld en dan stevige duels. En uiteindelijk ja, die strafschoppen dan. Ja, ik denk dat ook nog net een doelpunt voordat we de rust in gaan. Dus dat geeft dan wel een boost ook in voor de tweede helft. Maar dan denk ik dat we in het begin van de tweede helft wel wat achteruit werden geduwd. Dat we iets minder, dat Leuven iets meer de bal had, zonder echt gevaarlijk te zijn. Dat wij misschien zelfs in de counter wel nog de betere kansen hebben, ook in de tweede helft. Maar dan inderdaad ook nog wat tumult en zo. Maar ja, dat hoort er een beetje bij, zeker.